Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi die is daar. En Liam en Sam die zijn naar school. Die heb ik naar school gebracht. Ik ben naar de winkel geweest. En we gaan de challenge doen. Ondertussen heb ik Inge in mijn oor. Die is ziek. Zo ziet het eruit. En ik ga eventjes vakje nummer 1 openen. Volgens mij is het een lippenstift. Sublimate your lips staat erbij. We gaan eens even kijken. En ik moet er iets mee doen natuurlijk. Oh, maar dat is wel een hele leuke kleur. Het is wel echt een hele leuke kleur. Ik heb alleen ontzettende droge lippen. Maar ik ga hem wel even opdoen. Nou, ik vind hem eigenlijk best wel mooi zelfs. Ja, dan moet ik hier natuurlijk vandaag iets mee doen verder. Want ik moet hem opdoen. Ik ga even wat spulletjes pakken. Zo, ik heb even ervoor gezorgd dat ik niet zoals een ontplofte poedel erbij zit. Want daar werk ik natuurlijk ook niet. Ik heb een spiegeltje gepakt. Anders moet ik in jullie kijken en dat werkt ook niet. Wat we gaan doen is, ik heb oogpotlood, ik heb mascara en we hebben lipstift. Ja, dus daar gaan we ermee doen. Het wordt wel basic, hè? Het wordt niet zwaar, want dat moet ik allemaal niet. Ik heb nog steeds een blaffende Inge in mijn oor. Die is zo ziek, die meid. Dat is echt zo zielig. Dit is trouwens een Morphe mascara. Tada! Die is ook nieuw. Mijn mascara's waren namelijk een beetje uitgedroogd. Ja. Dus. Hier heb ik een spiegel staan. Ik ga even wat aan mezelf doen. Ik ga even in het licht staan. Nou, ik heb mascara op mijn bovenwimpers en een beetje oogpotlood en de lipstift op. Tada, ik heb iets aan mezelf gedaan. Hoe? Nou, daarom heb ik dus nooit make-up op. Ik had uitgesneden straks. Ach, Jezus. Nou ja, hè? Het is zoals het is. We doen ons best. Maar goed. We hebben Sam opgehaald. Ja. En Sam is aan het eten. Jordi ga ik nu ook eten geven. En dan ga ik zelf even eten. En dan ga ik shepherd's pie maken.
En ik zit een beetje te twijfelen of dat ik jullie daarin meeneem. Ik ga even twijfelen erover nog. Maar eerst ga ik Jordi even eten geven. Oh, en die lipstift is er al af. Maar goed. Dat blijft toch nooit zitten bij mij. Dat... Maar het doel van deze challenge is... Ik moet iets aan mezelf doen. Maakt niet uit wat. Maar ik moet wel dat product gebruiken wat ik op dat moment eruit haal. En ik heb het product gebruikt en ik heb iets aan mezelf gedaan. Daar gaat het om. Dus vandaar. Maar het komt allemaal goed. We gaan een boodschappenspel spelen. Oké. Mijn aardappels staan al te koken. Dat is ongeveer 2 kilo. Ongeveer. Voordat dadelijk de vraag komt. Wat is wat? Aardappels zijn ongeveer 2 kilo. Dan heb ik hier. Onthoud hè. Schrijf mee. 500 gram runder gehakt. Ik heb, je moet ongeveer 2 teentjes hebben. Gehakte knoflook. Worcestershire saus. Die, dat. Erwten. Het is ongeveer plus minus 200 gram. Als je meer wil, je houdt van erwten, doe meer. Dan heb ik hier ongeveer een half bosje bosbeen. Die heb ik gewoon in stukken gesneden. Dan heb ik hier 1 middelgrote ui. Dat. Ja. Dan heb je nog nodig ongeveer 200 ml runderbouillon. Mag iets meer zijn, mag iets minder zijn, wat je zelf wil. En dan heb je nog... om en nabij de 2 à 3 eetlepels bloem nodig. Dat is wat je in je gehakt prutje krijgt. Dat ga ik nu eerst maken. En ja, ik film dit met 2 telefoons. Dat. Ik maak het in een gietijzeren pan. Je mag gewoon elke pan gebruiken. Maar wat in deze gietijzeren pan fijner is, is gewoon een beetje vetstof hebben. Dus ik doe een heel klein beetje olie. Gewoon puur en alleen voor de eerste vetstof. Dan pak je je gehak. Ja, dat hoef ik allemaal niet te vertellen. Hè? Dat pleur je er gewoon in en dan ga je rullen. Dit is trouwens mijn versie van Shepherd's Pie. Je hebt meerdere soorten versies. Het is gewoon een afgeleide van 20 verschillende recepten waarvan ik denk, dat zal best eens lekker zijn. Zo heb ik zeg maar dit recept uiteindelijk gemaakt zoals ik denk van, ja, dat vind ik lekker. Dus dat. Oh, trouwens, je hebt ook nog tomatenpuree nodig. Die was ik vergeten. Ik heb 2 kleine blikjes. Je kan ook 1 groot blikje pakken. Ondertussen ben ik ook een podcastje aan het luisteren. Ik film dit met 2 telefoons, want ik heb even de telefoon van Liam weggepakt. Maar in ieder geval, je gaat de gehakt rullen. Als dat gedaan is, kom ik weer bij jullie terug. Nou, dit is zover gerold. Dan ga je 1 à 2 teentjes knoflook toevoegen en je ui. Ik vind dat dit ongeveer allemaal dus. Ik hou van knoflook in mijn eten. En het is ook niet ongezond. Dan de ui. Dit ga je zo verder mee bakken. Je kan ook eerst je ui bakken hoor en je knoflook, maar ik vind dat altijd zo'n gedoe. Ik doe het liever gewoon zo. Als jij vindt dat dit goed genoeg gebakken is, dan gaat de wortel erbij.
onthoud één ding, het hoeft niet gaga. Want het gaat ook nog de oven in, want het is een ovenschotel. Dus het hoeft niet gaga. Het mag gewoon eventjes meegebakken hebben. En dan, hè? Het ziet er nu zo uit. Lekker, lekker, lekker. Dan gaat de tomatenpuree erbij. Ik heb hier een wat grotere lepel. Het is meer een dessertlepel. Dan heb ik, moet ik even denken, deze, de Worcestershire saus en de tijm, die heb je nodig. Ongeveer een flinke theelepel. Laten we dat zo noemen. Een flinke theelepel. Die Worcestershire saus, dat moet ook een hele flinke theelepel zijn, hoor. Ik heb altijd ongeveer anderhalf. Dat is wat ik ongeveer heb. Dan ga je dit heel even bakkeren. Of in ieder geval doorheen roeren. Oh, zo lekker, hè? En wat je dan gaat doen is de bloem toevoegen. En de bloem, ja, hoeveel moet daar zijn? Ja. Ik kook altijd hoe ik denk op dat moment, dat moet het zijn. Ik heb gewoon twee hele flinke eetlepels en een beetje. Dat ga je even meebakken, zorgen dat dat gaar wordt. En dan kan de bouillon erop. En dan ziet het er zo uit. Het is nog niet gaar, hoor. Het moet nog even een beetje meer gaar worden. Maar dat komt goed. Het ruikt al zo lekker. Wat ik heb gedaan aan bouillon. Ik heb gewoon één bouillonblokje. En dit is om en nabij de 300 ml water. Ik voeg verder ook geen zout meer toe. Aan wat er hierin komt. Daar voeg ik verder geen zout meer aan toe. Dus dat is wat ik doe. Ik vind dat het nu zover gaar is. Dus daar gaat het. Blijf hier wel even goed bij. Om even goed te roeren. Ik ga het jullie laten zien. Want je krijgt gelijk een soort van hele verdikte saus. Ik vind dat er nog iets meer bij moet aan water. Eén moment. Ik heb er even iets meer aan water bij gedaan. En dan gaan de ertjes erbij. Dit ga je even goed mengen. Met deze schutje. We kunnen de ertjes even garen. Ik heb er nog een beetje meer water bij gedaan, want ik vind dat het dus wel een lekkere saus moet zijn. En ik vind dat dit de juiste consistentie is hiervoor. En dit is niet aangebakken, dit is smaak. Dat is gewoon smaak wat daar afgegeven wordt. Dan gaan we even proeven wat er nog meer nodig is. Nou, ik vind hem eigenlijk wel prima zo. Dit laat ik heel even pruttelen. Ik ga even naar mijn aardappels. Inmiddels zijn mijn aardappels klaar. Laten we heel even één ding voorop stellen. Smaak is smaak. Dat is iets persoonlijks.
hoe ik dat heb gemaakt, dat heb ik gewoon echt gewoon van oké, ik vind dit lekker, ik vind dat lekker, ik denk dat het zo is. Ik denk, dat is echt een aardappelpuree maken. De een maakt het met heel veel zout, de ander niet. De ander doet het met roomboter, de ander doet het met ander soort boter. Het is maar net wat je zelf wil. In dit geval, ik heb hier ongeveer 2 kilo. Hoeveel ik er van alles bij doe, dat is dat. Kan ik niet vertellen, kan ik niet uitleggen. Maar er gaat in ieder geval melk in. Ik doe ook maar wat, hè. Want melk kun je altijd nog toevoegen en boter ook. Dan heb ik hier roomboter. Je kan ook gewone boter gebruiken, hè. Dat maakt echt niks uit. De reden dat ik roomboter gebruik is omdat het ook beter voor Jordi is. Dus vandaar dat ik deze keuze maak. Hoeveel erin gaat, weet ik niet. Want ik gebruik dit ook altijd om brood mee te smeren. Dus ik heb hier geen idee van. Wat ik er dan bij doe, is aromat. Ik kleur altijd alles in de pan en dan pas ga ik het mengen. Wat ik dan gebruik is aromat. Dat doe ik ook altijd, maar denk zoiets. Nootmuskaat. Gewoon een simpele puree maken. Maar daar zit nog wel een extra dingetje in, maar dat komt pas als laatste. Een beetje nootmuskaat. Je kan gewoon poederpeper gebruiken, maar ik gebruik het liefst gewoon korrelspeper. Die ik dan doe malen. En dit ga je mengen, want je wil eerst gewoon een pureetje hebben. En ik gebruik daar altijd een mixer voor. Vind ik veel makkelijker, veel fijner. Nou, ik dit aan het maken ben, zie ik al dat de consistentie niet helemaal goed is. Dus er gaat bij mij nog wat melk in. Ik vind dat er ook nog een beetje roomboter bij moet. En nogmaals, het gaat bij mij zeg maar de ene keer dit, de andere keer dat. Misschien dat ik het morgen wel weer anders maak. Ja, dat is gewoon waar ik op dat moment behoefte aan heb. Nou, dan ga ik even proeven. Kijk, dit is gewoon een hele mooie puree. Wel iets meer peper in. En dit is eigenlijk gewoon een puree die je van alles kan gebruiken. Dit is gewoon een basispuree. Maar dan. En je moet ervan houden, want er gaat kaas in. Kaas. Ja, kaas gaat erin. Maar er gaat ook nog kaas op, hoor. Normaal schaaf ik het zelf, maar ik had nou echt zoiets van geen zin in. Dus ja. Dit ga je er gewoon. Je kan er niet genoeg kaas in doen. Dat is. Ja, wat spatel je er gewoon door? Dit spatel je er gewoon. Het is een beetje lastig met één hand, maar je spatelt het er gewoon door. En dat moet je echt doen als het puree nog warm is. Dus echt, met dit recept, er kan niet genoeg kaas in zitten. Ik heb zelfs nog extra in de koelkast liggen. Nou, perfect.
een hele lekkere, lobbige aardappelpuree met kaas. Kijk, dit is echt zo verschrikkelijk lekker. Maar wat je ook nog kan doen, is in plaats van de boter, doe je crème fraîche. Kan ook nog. Suroom. Je kan er wat slagroom in doen in plaats van melk. Je kan heel veel variëren. Maar dit is voor mij gewoon, met wat ik hier aan het maken ben, is dit wat er bij dit gerecht hoort. Mmm, zo lekker. Dan gaan we even laten zien hoe dat je het in een ovenschaal maakt. Nou, wat je doet is als je een ovenschaal hebt, je pleurt het hele sausmengsel, pleur je erin. En dat doe je gewoon lekker glad maken, zorgen dat het overal wel gelijk zit. Ik denk dat ik het nu wel voor elkaar krijg. Je hebt je balletje. Hop. Je balletje. Hop. Dat is wat ik doe. Je kan ook een ijsschep pakken hoor, maar dit vind ik wel gewoon grappig. En je zorgt eigenlijk dat de hele bovenkant gewoon goed bedekt is. En het maakt niet uit hoeveel gram dat bolletje is. Het maakt niet uit hoe groot het bolletje is. Als het maar zo'n bolletje is, in mijn ogen dan hè. Kijk hoe Pietje, Klaasje of Keesje doet, dat weet ik niet, maar zo doe ik het. Het zit er allemaal op. Het zit er allemaal in. En weet je wat het ook is? Dit gaat nog in de oven. En er gaat nog wat kaas overheen. En dan die piekjes, zoals deze. Oh, dat wordt zo lekker in de oven. Dat wordt echt lekker. Maar goed, dit is mijn versie van Shepherd's Pie. Ik ga nu even de keuken opruimen. Want het is één grote pestbende geworden. Ik kan die vaatwasser gelijk weer aan. En dan heb ik alleen straks nog maar een ovenschaal en een paar borden. Ik ben nu Liam ophalen. Ik moet nog even wachten, ik ben iets te vroeg. Maar ik ben zo niet meer gewend om make-up op te hebben. Want ik heb gewoon uilenogen. Maar goed. Die slaapt. En die slaapt. Leven is ook zo zwaar. Maar goed, ik ga zo Liam ophalen. En kijk, schaal jongen. Als, maar goed, ik ga zo Liam ophalen. En als je dan van het overige geraspte kaas, wat je hier ziet, eroverheen hebt gedaan, 25 minuten op 200 graden in de oven hebt gedaan, krijg je dit. Tada! En het ruikt echt super lekker. Kijk, en zo ziet het eruit als het op je bord ligt. Ik heb er altijd appelmoes bij, maar het is gewoon super lekker. Mm. Ja, is goed gekeurd, papa? Huh? Mooi. Een hele goede morgen. Nou, echt. Ik heb mezelf nog niet in de spiegel gezien. Nou. Ik heb echt vastgeslapen. Ik ben ook echt niet zo heel lang wakker. Want nu moest ik werken. En zaterdag laat hij me altijd zo lang mogelijk liggen. Zodat ik in ieder geval eventjes gewoon rustig wakker kan worden. Enzovoorts. Maar hij laat me wel altijd lang, zo lang mogelijk liggen. Want ik hoef op zaterdag niet altijd weg. Maar hij moest gaan werken. Dus ja, vandaag. Ja, dit is allemaal haaruitval geweest. Het is nu allemaal aan het teruggroeien. Het is gewoon echt niet gezond hoeveel haaruitval ik de laatste tijd heb gehad. Maar het is een schatje. Dit is dus als ik make-up op heb gehad. Ben ik net zo'n panda. Maar dat komt goed. Ik moet daar gewoon weer even aan gaan wennen. Dat. Maar goed. Alles is wakker. Gisteravond heb ik nog boodschappen gedaan. Ik heb nog wel wat grappigs om uit te proberen. Ik was gisteren naar de Oriental geweest. Volgend weekend is namelijk de
in de oudste van Ingejarig. En die houdt nogal van dingen uitproberen enzovoort. Dus ik heb wat dingetjes gehaald. Daar heb ik allemaal boven staan. Daar kan ik ook helemaal niet filmen, want als hij dat ziet, ja, dan weet ik het ook niet. Maar ik heb ook bubble tea perzik gehaald en zo. Een perzik en nog één soort. Ik wou dat uitproberen. Ik denk, ik vind dat wel grappig. Dus dan moet ik ergens een keer uitproberen. Dus ja, dat. Ja. Dat is wat ik heb gehaald. Mensen, ik zweer het je. Alles wat je hier nu ziet. Want dit is nooit zo lang als mijn pony. Maar dit is allemaal haar uitval. Allemaal. Dit is allemaal uitgevallen wat nu weer aan het teruggroeien is. Het is echt... Ja, dat. Maar goed. Ja. We gaan zien hoe het loopt. Maar Niels is werken. Ik heb eigenlijk alle boodschappen al gehaald. Want... ja, tot morgenochtend in ieder geval. Ik zei tegen Niels, we gaan niet te moeilijk doen hoor. Maar ik heb meerdere opties om avond te eten. Zo heb ik worstenbroodjes. Zo heb ik nog meer. We kunnen eitje bakken. We kunnen echt van alles. Gewoon simpele opties. Dus het is alleen maar goed. Jordi en Sam die zijn naar Sinterklaas aan het kijken. En kleine Dik op hier. Wat is er? Jij wil knuffelen met mama? Dan gaan we dat maar eens even organiseren. Het is tijd. Tadaa. Eens even kijken. Waar zit mijn dos? Ik ben hier wel vrij slecht in hoor, met zoeken. O, hier. Eens even kijken. Zoals ik al zei, nagellakken ga ik niet doen. En dit is een rode nagellak. Maar ik heb wel iets anders ervoor geregeld. Dus dat is ook leuk. Ik ga jullie daar even in meenemen. Want, en ja, ik ben nu op zolder. Iets aan jezelf doen, dat betekent ook dat je je huid kan verzorgen enzovoort. Dus ik had dit al een beetje bedacht. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon een maskertje nemen. Dus ja, dan moeten we vanavond maar even een maskertje nemen. Want ook dat mag. En ik ben vandaag thuis natuurlijk met kinderen. En ik doe niet zoveel bijzonders. Dus dit is helemaal niet erg. Dat komt eigenlijk ook nog wel goed uit ook. Ja, dat. Dus ik ben verplicht straks een maskertje te pakken. Oeh, wat vervelend. Ik heb echt veel gedaan nog. Niels is inmiddels thuis. Die is kerstlampjes aan het ophangen. Want ik had kerstlampjes voor buiten gekocht. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk voor onder het afdak. En die kun je ook laten hangen totdat ze kapot zijn. Ik zeg, en dan kun je van de zomer ook nog iets mee of zo. Dus daar hangt het. Ik weet niet hoe dat hij het gaat doen. Moet zelf weten. Ik heb hier twee slapende etters. Ze waren vandaag een handvol. Die een andere etter lijkt zich beterder te voelen. Ik kreeg straks ook nog een appje dat ik morgen nog een verjaardag heb van een kind. Ze waren vergeten mijn berichtje te sturen. Dus daar ben ik nog voor naar de winkel geweest. Het kind houdt van Paw Patrol, dus ik heb Paw Patrol dingen gekocht. En maandag heb ik ook nog een verjaardag van een ander kind. Daar had ik dus al cadeautjes voor gekocht. Het zit me niet mee. Oh ja, dit zijn handschoenen die ik heb gehaald. We moeten oefenen om die appels van ons handschoenen aan te doen. Maar ik heb niet alleen morgen en overmorgen verjaardag. Dinsdag is ons reuze Bambix bendelid jarig. En hou nou eens op, dat is baasje. Je hoeft zitten blaffen. Dan wordt grote etter alweer 6 jaar.
Dus ja, dan moet er natuurlijk ook getrakteerd worden op school. Daar heb ik alles gewoon voor in huis, dus dat is mooi. Dan ben ik mijn standaard aan het zoeken. Ah, hier is mijn standaard. Je moet het zo zien. Jordi zit natuurlijk in een klas met kindjes die allemaal beperkt zijn. Dus daar moet je ook je cadeautjes op uitzoeken. Dus ik heb heel eventjes nagedacht hoe ik het wou doen. En ik ga jullie laten zien wat ik heb. Let nu op alle rommel achter me. Het ligt dus kwalitatief uitermate teleurstellend. Maar ik heb ook geen zin om mijn eigen verder te verkassen. Dus jullie moeten het hiermee doen. Nou, sowieso. Het zijn allemaal stuk voor stuk kinderen die ja, een beperking hebben. De een heeft B, de ander heeft C, hij heeft Down. Nou, dat. En dat is niet erg. Dat is niet waarvoor dat ik dat zeg, maar hè, ze hebben gewoon allemaal iets. En ze zitten eigenlijk allemaal wel in dezelfde categorie. In hoe ze qua geestelijke leeftijd zitten. En wat gewoon heel erg belangrijk is, is dat ze heel veel voelen en dat soort dingen. Dus ik heb een armband voor het voelen, heb ik gekocht. Dus er zitten 7 kindjes in zijn klas. Ik heb 7 armbandjes en gewoon lekker allemaal dezelfde kleur. Dan kun je niet denken of zeggen van, ja maar Pietje moet die kleur of weet ik veel. Daar heb ik allemaal geen zin in. Dus allemaal gewoon lekker paars. Dus dat. Dan heb ik allemaal jute zakjes voor de tractaties. En er zit 1 meisje in de klas, dus daar heb ik het roze mutsje voor. Maar voor de rest heb ik voor de kindjes allemaal ook een pietenmutsje. Dan heb ik voor de hele klas en alles en iedereen eromheen heb ik van peper, een zak pepernoten. Waarom heb ik dat gedaan? Er zijn ook nog fysio, et cetera. Klaar, het is gewoon fijner om het zo te doen. Want ik kan wel iedereen een apart zakje meegeven. Maar de een krijgt zijn eten via een tube, een Mickey button. En de ander die moet het weer fijn geprakt hebben. Dus ik heb het zo gedaan. En dan kunnen de juffen zelf bepalen of iemand wat mag hebben of niet. Voor mij mag iedereen wat hebben, maar dan is dat zo opgelost. En omdat dus die twee nou slapen, kan ik dit even gauw doen. Want ik moet vanavond ook nog krijgsdakduikdingen inpakken. Voor morgenochtend. Want ja, hè, het is natuurlijk wel zo leuk om dan heel even. Ja, hè. Zodat je in ieder geval de hele dag kan spelen. Nou is het wel zo dat het is een kinderverjaardag waar ik morgen heen ga. Maar ik ga morgen wel alleen. Want ik zei ook tegen Niels, ik ben er even klaar mee met alle bacillen en dingetjes. Ik zeg, dus ik ga het ook niet opzoeken. Dus vandaar dat ik zoiets heb van, laten we het maar heel eventjes daarbij houden. Heb ik ook gezegd. Ik zeg ja, ze zijn allemaal flink aan het hoesten en aan het doen. Ik zeg, ik wil wel dat ze van de week ook gewoon op hun schooltje krijgen dakduif kunnen spelen. Dat snapte ze ook helemaal. En daar was ze ook helemaal niet boos om. Weet je, als je moeder bent, dan snap je zulke dingen. En gelukkig moet ik zeggen dat over het algemeen ik in mijn omgeving zo'n begripvolle omgeving heb. En zoveel liefde. En ja, dat is zo apart. Hoe, ja, gewoon hoe lief iedereen in mijn omgeving is.
en hoeveel acceptatie en dat soort dingen allemaal. Ja, ik vind dat gewoon zo geweldig. En ja, het is zaterdag en het is pas voor dinsdag. Maar maandagavond moet ik ook alweer weg. En ja, ik moet ook nog van alles tussendoor doen. Dus vandaar dat ik dit heel even zo op deze manier doe. Nou, zoals ik al zei, we hebben hier een jute zakje. Er staat vol verwachting klopt ons hart. Ons hart. Ik heb daar het speelgoedje en een muts in zitten. En die laat ik gewoon open en die zet ik daarin. En ja, dan moet ik eens even maken. Voor de klas die hielp hou op. En kijk, Niels hier is al bezig met de lampjes. Daar. Tada. Leuk, hè? Dus ja, dat. Oh, wacht. Ja, die zat er alleen in. Ja, Jordi. Die heb ik al, die heb ik ook 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 al, maar die nog niet. Zo. Dus nu heb ik er 4. Zo. En dan natuurlijk die zak erin. Zo, dan hebben we dat. En dan doe ik er een paar mutsen zo. Er bovenheen. Tada. En dan wordt het zo. Dan is dit wat Jordi gaat trakteren. Ik vond het wel grappig. En toen hingen de lampjes. Dat heeft Niels geregeld. Goed gedaan, papa. Yeah. Daar ben ik worstenbroodjes aan het warm maken voor alle kindjes en voor Niels. En dan, ik heb straks rond een uur of 4 of zo lumpia gehad. En ik eet straks nog wel. Ik heb nou geen behoefte aan eten. Dus dat. Zodat de kindjes lekker kunnen eten. En dan, ja, ze zijn allebei rustig wakker aan het worden. Ik heb geen gezichtsmasker gedaan. Dus ik heb niks aan mezelf gedaan vandaag. Oh nee, ik heb wel wat aan mezelf gedaan. Je hebt je nagels. Ik heb mijn nagels gedaan, dus ik heb wel iets aan mezelf gedaan. Want er was een nagel afgebroken. Dus ja, ik heb wel iets aan mezelf gedaan vandaag. Morgen weer een dag.
jij ziet dat mama aan het filmen is. Sammy! Hi! Kom jij ook? Kom, laat me maar drinken voor jou. Dag! Heel vol op. Hi Sam. Lieve kids. Heb ik een ringje? Ja, hij heeft hem niet door, hè? Nee. Maar ja, ik heb een lekker fles in schoot. Allemaal veel geld. Wat is dat? Wat is dat? Heb je het gezien? Afblijven! Nog niet aanraken. Eerst je broers klaar. Eerst Sam en Jordi klaar. Heb je het gezien nou? Wauw! Afblijven, hè? Lekker. Niet aankomen. Op de bank zitten. Is je broers klaar? Ja, dat zijn cadeaus. Moet je afblijven. Sinterklaasje is geweest. Nee. Sinterklaasje is geweest. Yo. Nee, dat gaan we nog niet doen. Nee. Je moet nog even wachten. Doe maar mama knuffelen. Knuffelen? Ik wil namelijk ook iets in mijn schoen stoppen voor Sinterklaas. No. Maar ik weet alleen niet wat.
heb iets gedaan. Nou, we hebben dat grote ding hebben we niet ingepakt. Want ik zei tegen Niels, dan moeten we toch opbouwen. En dat is leuk. Ik zeg, maar dan kunnen we dat beter opbouwen. En gewoon neerzetten. En dit ding, het huis van Peppa Pig. Op dit moment is Sam helemaal gek van George. Dus ik zei, laten we dat varken er ook maar bij betrekken. Ik heb al deze fucking stickers random mogen plakken. Want dat was ook hier zo random. Dus ik heb er maar wat moois van gebreid. Mijn beste in ieder geval voor gedaan. Er zit een wipwap bij, een glijbaan. En deze is voor Sammy. Dus. Ik ga dit naar beneden brengen. En dan doen we straks of van de week doen we die even opbouwen. Gewoon lekker op het gemakje. Dat. En mensen in de comments, begin niet met van de kinderen hebben al zoveel speelgoed, et cetera, et cetera. Het is onze keuze wat wij de kinderen geven. Wat een ander aan zijn of haar kind geeft, is een keuze van diegene. Dus laat daar je oordeel eventjes gaan. En het is Sinterklaas, we doen niks aan kerst. Ik vind dat dit prima zo is. En wat een ander daar ook van vindt, maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Maar ik wil wel dat dit even gezegd is. Dit zijn onze keuzes, die van mij en van Niels. En wat een ander daarvan vindt, zal een ander daarvan vinden. Maar je kan in de comments gaan plaatsen over veel speelgoed, et cetera. Maar daar ga ik niet eens meer op reageren. Wil ik gaan spelen met George? Mijn buik is helemaal leeg. Wee! Liam, laat Sam spelen. Je hebt ook allemaal speelgoed. Kunnen we niet met een tijdmachine? Goed zo, Sam. Zeg het hem. Ja, dat is goed. Ja, dat kan wel helpen om even iets op te eten. Ja, ga ik even. Hier wordt Sam dus gelukkig van. En Jordi wordt gelukkig van papa. En zoals altijd op zondag hier is, zijn we lekker aan het ontbijten. Jordi wordt nog verzorgd, maar dit is Jordi's bordje. En natuurlijk omdat we vandaag kerstdag thuis vieren. Tada! Pepernootjes erbij. En een zachtgekookt eitje voor papa en mama. Nee. Zo. Ik heb nog even lekker op bed gehangen. Niels, die zei, je bent moe hè? Ik zei, oh, ik ben echt moe. Hij zei, ga nog even lekker naar bed. Dus ik ben op bed gaan liggen en ik heb 2 uurtjes nog geslapen. Verschrikkelijk. Maar ja, dan heb je het gewoon nodig. Ik moet zo naar een verjaardag toe. En ik moet mij klaarmaken. Dus wat is een mooier moment dan dat we dit even openmaken. Even kijken. Nummer 3. Maar ik dacht een potlood of zo. Maar het is een... Het is een kwastje. Even kijken. Er zit een blendersponsje in, een vel. Ik denk dat dit een mini eye brush is. Of is het een lip brush? Ik denk eerder een lip brush. Dus, dan moeten we hier iets mee doen. Ik ga hem even aankleden en mijn haren doen en dan gaan we ons eigen klaarmaken. Ik heb aan mezelf gedaan, ik heb het kwastje gebruikt en nu ga ik naar de verjaardag toe.
Inmiddels ben ik alweer even thuis. Niels heeft net opgeruimd toen de kinderen naar bed gingen. Mm-hmm. En ik heb geëdit. En nu is het tijd om de vlog af te sluiten. Ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.